De acties van de bonden bij Telesuur, TT WOS, zijn vandaag opgeschort. De Telesuur-directie heeft een rechtszaak aangespannen tegen het bondsbestuur. De directie is namelijk van mening dat het om een onrechtmatige actie gaat. Bondsvoorzitter Harvey Panka heeft gisteravond per deurwaardersexploot de dagvaarding ontvangen. De kortgedingzaak is vanmorgen voorgegaan. De raadsman van de TTWOS, Gerold Seocharan, heeft de bond het voorstel gedaan om de acties voor 2 weken op te schorten en die tijd te gebruiken om weer om de tafel te gaan met de directie. Rechter Reuta Chatterpal heeft het kortgeding uitgesteld naar begin september. De Telesuur-medewerkers waren in actie omdat onder andere de financiële positie van het bedrijf de laatste jaren drastisch achteruit is gegaan. Zo erg dat als het zo door zou gaan, de salarissen over een jaar niet meer gegarandeerd waren. Dit is het gevolg van onder meer het niet aanpassen van de tarieven aan de huidige koers. De medewerkers hadden ook geëist dat er zo snel mogelijk een vertegenwoordiger van de bond wordt benoemd in de Raad van Commissarissen. Waarnemend directeur Dorik Ramlagane heeft het personeel opgeroepen om samen met de directie te werken aan het behoud en de groei van het bedrijf. Volgens hem moet er nu hard gewerkt worden aan het vertrouwen binnen het bedrijf. De dienstverlening van alle Telesuur-filialen die sinds 18 augustus stroef verliep, is vanaf vandaag weer optimaal. Ook de uitzending van ATV, die door de vakbondsactie was aangepast, is weer normaal. We danken u voor het opgebrachte begrip.